Over het hamsteren wat mensen op dit moment doen in verband met het coronavirus. Wat zou u hamsteren als het noodzakelijk mocht zijn? Net wat ze in de Tweede Wereldoorlog konden doen, conserven. En alles wat lang houdbaar is, die kun je gaan hamsteren. En wat in de reclame is natuurlijk. Ja. Het schijnt dat er op dit moment heel veel toiletpapier wordt gehamsterd. Ja, ja, maar een oude krant, dat is ook al zo lastig. Geen idee. Nee, voor mijn idee genoeg in huis. Bami, nasi, macaroni, soep in blik, alles zeg maar, wat houdbaar blijft. Ja, ik ben niet zo bang voor het coronavirus. Het is een virus wat door de media uit wordt gerekt en tot iets groots wordt gemaakt. Wat uiteindelijk, het is in feite gewoon een soort griepvirus. Dat lijkt me niet noodzakelijk genoeg, want dan zou de overheid er wel een regeling op afstemmen dat iedereen genoeg heeft, lijkt mij. Nu is het noodzakelijk, nu gaat u maar hamsteren. Ja, dat lijkt mij logisch. Ja, het zou wel kunnen, maar ik ben niet aan het hamsteren. En ja, misschien moet ik het ook eens doen. Ik heb geen idee. Wat vindt u van die hamsterwoede? Ja, ik denk dat het voor overtrokken is. De hele publiciteit daarover. Ik ben er nog niet zo bang voor. Als dat noodzakelijk mag zijn en ik moet natuurlijk in quarantaine, dan ga ik natuurlijk voor eten. Voedsel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de basic dingen, hè, zoals zeg maar koolhydraten, dus brood, aardappels, groente, fruit en vlees. Ja. Maar niets meer, niets minder? Niets meer, niet minder. Denkt u dat het noodzakelijk wordt? Nee, dat denk ik niet. Want? Ik denk als het met 2 weken onder de... Als we wat gevonden hebben. Als je bekijkt hoe dat China nu is, hè, alles ligt plat. De economie gaat achteruit, we hollen achteruit. Nu gaan we dat eens even uitrekenen. En hoe dat gaat, als dat 10% van China nu doet, dan weten we precies hoeveel dat wij moeten nu reduceren met de emissies van stikstof en wat dat allemaal zijn. Dus dan zijn we net op de goede plek waar we wezen moeten. En niemand praat erover. Dus door het coronavirus worden alle klimaatdoelstellingen gehaald? Als je die gaat uitrekenen, weten ze precies waar ze toe zijn, want dat is het voorbeeld. Dat is het voorbeeld van als er geen te weinig vliegtuigen komen, de economie ligt plat. Nou, maar we hebben wel een schone lucht. Hoor ik u pleiten voor meer virussen? Nee, ben je zo te mieten. Nee, dat niet. Nee. Het gaat er gewoon om, hè, dat we moeten overal verminderen en komen weer terug op closetpapier. Dus we gaan weer terug naar de tijd en dan is alles weer oké. We hebben schone lucht, maar armoede.